Ik ben Willemijn Hubert met het Europese weeroverzicht. Ongekend zacht lenteweer met volop zon heerst het weekend in een groot deel van Europa. Alleen boven Scandinavië krijgen depressies de kans om regen en sneeuw te brengen. Maar elders blijft de nattigheid beperkt tot hooguit een zeer lokale bui. En ook de wind is bijna overal rustig. Morgen heerst het zonnige weerbeeld in België en Luxemburg. En daarbij waait het zwakjes uit noordelijke richting. Het blijft overal droog. En ook na het weekend blijft het zonnig. Maar door de aanhoudelijke noordelijke stroming levert de temperatuur wel iets in. En komt tussen de 15 en 18 graden te liggen. En aan Frankrijk. Zondag en ook maandag is er maar weinig verschil in het weerbeeld in Frankrijk. Behalve dan misschien in de Alpen. Want daar kan morgen nog een enkele bui vallen. Maar maandag is het droog en schijnt de zon. Droog en zonnig blijft het zowel morgen als overmorgen in de rest van Frankrijk. Met maxima van 11 graden in Calais en 23 in Toulouse. En zondag kan er vooral in het zuiden van Spanje lokaal nog een bui vallen. Verder is er geregeld zon, ondanks de sluierwolken die over het land trekken. Het wordt zo'n 18 tot 24 graden. En dan Portugal. Na de regen van vandaag is het morgen en ook overmorgen weer droog in heel Portugal. Wel zijn er nog wolkenvelden, maar ook die verdwijnen weer. In Coimbra wordt het 24 graden, in Faro 20. En zowel op Madeira als de Canarische eilanden gaat u mooie dagen tegemoet. Met droog weer, veel zon en maxima van 20 tot 25 graden. En ook op de Balearen, Corsica en Sardinië profiteert u nog net mee van het hoge drukgebied. En ook daar is het weerbeeld dus lenteachtig met veel zon. Ook daar droog en ook daar hoge temperaturen. En zondag vallen er verspreid over Italië enkele buien, afgewisseld door droge en zonnige momenten. Het wordt 20 graden in het noorden en zo'n 17 op Sicilië. En maandag vallen de buien alleen nog in het zuiden van Italië. In het midden en noorden schijnt de zon dan weer volop. Maar de temperatuur levert wel iets in. Het wordt maximaal 18 graden in Venetië en 19 in Bologna. En dan de Balkan. Zondag trekken nog wat wolkenvelden over de Balkan, maar het blijft wel droog. Maandag is er al veel meer ruimte voor de zon, maar dan is het wel wat frisser dan zondag. Want in Belgrado is het morgen bijvoorbeeld nog 20 graden, maar overmorgen slechts 16. En morgen zijn de meeste wolken te vinden in het noorden van Griekenland. In het zuiden en ook op de eilanden is het prima vertoeven met weinig wind, veel zon en maximaal van rond de 20 graden. Ook in buurland Turkije is het weerbeeld rustig met soms wat wolkenvelden die op maandag wel een aantal toenemen. En in het oosten van Turkije gaat het dan ook wat regenen. Op zondag is het zo'n 22 graden in Izmir in het westen. Maandag is het daar 19 graden. En in Roemenië is het zowel morgen als overmorgen droog en behoorlijk zonnig. Maar dat kan van Bulgarije niet gezegd worden, want zeker zondag is de kans op buien daar volop aanwezig. Met name aan de westkant, bijvoorbeeld in Sofia. Ook kan het in de hoger gelegen delen wat sneeuwen en daar liggen de maxima net onder het vriespunt. Maandag trekken de wolkenvelden richting de Zwarte Zee weg en dan loopt het kwik overal weer wat op. En dan Centraal-Europa. Prachtig weer. Droog met veel zon, maar in de ochtend soms wel wat nevelig. Dat is in het kort de verwachting voor de komende dagen voor het centrale deel van Europa. De maxima liggen op zo'n 13 graden, alhoewel het in het noorden van Polen bijvoorbeeld, vlak langs de kust, een paar graden koeler is. Maar 13 graden wordt bijvoorbeeld ook in Praag gehaald. En dat geldt ook voor de andere landen in deze regio. Het is er volop lenteweer. En dan Zwitserland en ook Oostenrijk. Op de pistes krijgt de zon het wat moeilijker, maar houdt wel de overhand. De lucht is er warm en onstabiel en met genoeg vocht erbij kunnen er af en toe wat buien ontstaan, soms ook met onweer. Na maandag verandert de situatie, dan is het op de meeste plaatsen weer volop zonnig en ook droog. Met in Luzern dan 16 graden en in Liese en Oostenrijk 14. En ook Duitsland ligt onder het hoge drukgebied Harry en dus schijnt ook hier de zon. Maar doordat het hoog zich wat verplaatst, draait de wind, komt uit noordelijke richting. En vooral aan de noordkust van Duitsland is dat te merken, want daar is het overdag dan een paar graden frisser. In het zuiden blijft het nog warm met zo'n 18 graden in Freiburg op maandag. En dan Scandinavië. In Denemarken schijnt de zon, blijft het droog en is het een graad of 14. In Zweden neemt morgen in de loop van de dag de bewolking toe, maar tot neerslag komt het niet. En ook maandag blijft het droog. Malmö wordt het 13 graden. En in Noorwegen vallen morgen langs de noordwestkust een aantal buien. Maandag zijn deze talrijker en vallen in een groter gebied. Het wordt dan een graad of 6. En in Finland zit er weer sneeuw in de verwachting, vooral in het noorden. En wat dat betreft verschillen de zondag en de maandag ook niet zoveel van elkaar. En op de Britse eilanden heeft u regelmatig depressies te verwerken.
qua weer dan natuurlijk. Door het hoge drukgebied boven Centraal-Europa volgen storingen een meer westelijke koers, waardoor deze vaak boven Ierland en ook Schotland en Engeland eindigen. Maar voor de komende dagen ziet het er echter gunstig uit. Met een wat zuidelijke wind wordt zachte lucht aangevoerd, waardoor het in Dublin 15 graden wordt en in Londen 18. En ook maandag bereikt het kwik deze waarde. Dan is er trouwens ook veel zon en zijn de wolken duidelijk in de minderheid. En tot slot Nederland. Morgen kan de dag mistig beginnen, maar als die is opgelost wordt het opnieuw prachtig lenteweer. Droog met veel zon en ook weinig wind. Maxima liggen rond 12 graden in het noorden, iets frisser nog op de Wadden en 17 in het zuiden van het land. Met ingang van de Nederlandse zomertijd veranderen er bij de Wereldomroep frequenties en soms ook uitzendtijden. Deze uitzending kunt u straks vanaf 5 uur 's middags beluisteren in West-Europa op frequenties 5955 en 9895 kHz. Voor Zuidoost- en Zuidwest-Europa 13700. Meer informatie vindt u op wereldomroep.nl/frequenties. Vanaf zondag 25 maart. Nieuwe frequenties bij de Wereldomroep. Knallen! Dit is de Wereldomroep met Klare Taal. Een programma over het Nederlands met Arie Bras. We zijn toe aan de één na laatste aflevering van Klare Taal. Het grote afscheid nemen is begonnen. Straks voor de laatste keer de taalblunders in de media met Wim Vriezen. De laatste column van Perrin van Hessen. En het laatste cryptogram. En verder het voorlaatste woord van de week van Wim Daniels. En de voorlaatste limerick. We beginnen met iets vertrouwds. Nou, het zal mij benieuwen. Nog één keer gaan wij praten met Wim Vriezen over de taalblunders in de media. Wim, het is de allerlaatste keer, hè? Kennelijk. Het nieuws. Ja. Maar goed, mensen hebben er wel iets van opgestoken. Daar gaan we het zo nog even over hebben. Ja. Want kennelijk is er toch iets gebeurd. Dankzij jou. Verschrikkelijk gebeukt daar nog steeds. Laten we even nog de maand maart doornemen. Wat heb jij zo gezien? Wat heb je gehoord? Ja, dat doen we wederom met dank aan onze tipgevers. Door de jaren heen is toch de meest trouwe tipgever consequent en met enorme hoeveelheden Leo D. op Curaçao. Daarom Leo helemaal vooraan. Verderop komen we misschien ook nog wel tegen. Met een fragment van John Leerdam, een Kamerlid. Oorspronkelijk afkomstig van Curaçao, al jaren woonachtig in Amsterdam. Hij was ooit Kamerlid, toen een tijdje niet. En nou moet hij een tijdje iemand vervangen. En hij werd laatst opnieuw beëdigd. En dan praat hij op een heel bijzondere manier over zijn nieuwe baan. En nu ben ik weer even terug. En dat ga ik natuurlijk met alle respect en alle waardigheid ga ik weer deze ambt bekleden. Deze ambt? Ja. Dat zullen we toch meer gaan horen in Nederland, vrees ik, Wim. Jij verwacht dat dit... Er zijn heel veel mensen in Nederland die zo praten op het ogenblik. En langzamerhand wordt het dan ingevoerd. Dit is maar genoeg mensen doen, toch? Dus ook die hun. Nou, waarom niet? Ik vind het wel zeker, hoor, want ik probeer thuis bij jonge kinderen van mij nog steeds te verbeteren als er wordt geroepen hun hebben. Terwijl ze op een goede school zitten, waar het goed geleerd wordt. Maar het is kennelijk onvermijdelijk. Mm-hmm. De Anne-Friese vrouw, andere trouwe briefschrijfster, noemde je dat vroeger op de radio, die signaleerde dat laatst achter elkaar door in het programma Kassa. Het ging over een verzekeraar, ProAssist. Die doen dan iets met je als je je telefoon kwijtraakt, dan krijg je een andere telefoon en zo. Of als je hem laat vallen en hij is kapot. Mensen die daar zwaar ontevreden over zijn, vertellen hun verhaal en dan is het achter elkaar door hetzelfde. Omdat ik weet van mezelf dat ik niet heel goed ben met telefoons en ze wel eens kan laten vallen. En hun bieden binnen 4 uur een leen-iPhone en dat vond ik wel aantrekkelijk. Hun bieden binnen 4. Nou ja, goed. En nog geen 20 seconden later weer. Toen heb ik ProAssist gebeld dat ik de telefoon wilde laten ophalen en een leen-iPhone wilde binnen 4 uur, wat hun bieden. Wat hun bieden. Ja. En de mannelijke spreker eind februari in het programma Kassa neemt het simpelweg over. Hun krijgt een nieuwe iPhone 4GS aangeboden. En ik kreeg gewoon het iPhone 3GS aangeboden. Dus. Ja, het is een trend, hè? Hun hebben. Het doet mij zeer aan de oren. Maar Wim, taal verandert. Taal leeft toch? Ja, oké. Okay. Ja. Is er weer een schande? Weer een tijltje? Nou, het is echt zo. Het gaat nog helemaal zo. En ik vrees dat jij daar weinig aan kunt doen. Als dit geaccepteerd wordt, ga ik eng dromen van mijn lerares in de 4e klas lagere school. Onderwijzeres 4e klas lagere school. Dankzij haar. Zij luistert in een andere dimensie. Zal ik D&DT nooit fout doen. En dit soort dingen nooit fout doen. Nou, misschien is het over 50 jaar wel fout. Het is gebruikelijk dat mensen dat wel zo zeggen en zo schrijven. Groter als en groter dan enzovoort. Ja, dan zou jij vanuit jouw andere dimensie die mensen dat horen zeggen.
goed. Hebben jullie hele blunderreservoir onderuit gehaald? Of? Nee hoor. Nee. Wij gaan naar de wereld van de sport. Ja. Frank de Boer. Altijd goed voor een bon mot. Mm. De hele wereld van de sport was de afgelopen jaren goed voor een bon mot. Hier is Frank. De eenheid, dat is de kracht van Manchester al jaren. En dat is de kracht van Ferguson. Dat hij hoeft maar weer te weten dat iedereen door het lint gaat voor hem. Ja, dat is mooi. Is geweldig, hè? Door het lint gaan voor iemand. Ja. Door het vuur dus. Precies, dat is de goeie. Ja, dat is door de jaren heen ook steeds het risico geweest. Dat wij dus de fouten van andere mensen laten horen. En ik heb altijd zitten bedenken dat u, waarde luisteraar, dan denkt... wat was de goeie ook alweer? En dat dan de fouten in uw hoofd blijft hangen. Enorm risico's hebben we gelopen. Mm-hmm. Ja. Zeg, wij komen uit bij een befaamde radiopresentator... tientallen jaren ervaring. Ook nooit te beroerd om andere mensen, als ik het zo mag zeggen, af te zeiken als ze een fout deden. Felix Meurders, maar die kan er zelf ook wat van. En die krijgt zijn geld nu uitbetaald tenminste, als in hoger beroep dat weer niet teniet wordt gedraaid. Teniet wordt gedraaid in plaats van teniet wordt gedaan. Ja, hoe komt hij daar nou bij? Teniet wordt gedaan en iets net ja. teruggedraaid. Precies, ja. En het gebeurt het bekende, het heetst van de strijd. Dit is trouwens van dezelfde makers. Een hele merkwaardige. En toen dacht Tim, dat had ik niet over mijn kam gaan. En hij schreef Letting Go. En die platenzaak maakt dan op dit moment ook een doorstart door. Ik heb er 6 keer naar geluisterd. Hij zegt, nee echt niet, ik laat het over mijn kant gaan. Hij zegt, ik laat het over mijn kam. Ja, kan misschien bij de kapper vandaan. Je weet het niet. Ja, je gaat nog eens op zoek eromheen of er nergens een grap of rol zit die daarmee te maken heeft. Ja, maar dat was niet het geval. Zet dan nog eens eentje van Leo, Leo D. op Curaçao, dankzij hem dit fragment. In woord heeft hij al gezegd, het is heel erg belangrijk. Ja? En nu moet hij alleen nog maar woord bij daad voegen. En het is een hele stoere man, maar hij is volgens mij ook heel lief voor kinderen. En dat gaat hij vast bewijzen. Woord bij daad voegen. Ja. Het gaat over staatssecretaris Teven die dat zou moeten doen. Volgens Tweede Kamerlid van de Partij van de Arbeid, mevrouw Bouwmeester. Geen presentator die op dat moment denkt van... kom jongens, we gaan het corrigeren, we gaan het eens omdraaien. Struikelend over zijn eigen woorden, in al zijn enthousiasme... waar veel mensen van profiteren als hij een boek schrijft... dan gaat het als warme broodjes over de toonbank. Geert Mak, tijdens boekenbal... ja, je weet wat er tijdens boekenbal ook gebeurt... en misschien ligt het een ten grondslag aan het ander. Roosevelt stuurt iemand naar Engeland en die Harry Hopkins en die Churchill die vonden elkaar op een paar dingen, onder andere op hun geloof. En Churchill was zo blij als een hond. En Hopkins had... Ja, ja. Het is een hond. Zo blij als wat? Zo blij als een kind. Als een kind, ja. En niet als een hond. Nee. Kom nou toch. Maar toch, de sfeer die hij probeert te schetsen, die het komt wel... Het kwispelen van een hond, ja. Ja, het komt wel. Het werkt wel. Wat niet werkt, is de minister van Onderwijs op het spreekgestoelte in de Tweede Kamer. Zij bedoelt te zeggen dat we het allemaal wat zuiniger aan moeten doen. En dan gaat het toch tamelijk fout, hoorde Jan van der Schee. Maar mijn werkelijkheid is ook, en die is van alle Nederlanders, we zullen de broek in moeten aantrekken. Jan van der Schee heeft heel... Ja, een tikje zuur en zakelijk. Volgens mij was Jan een beetje boos. De officiële uitdrukking luidt, de broekriem aanhalen. Hartelijk dank. En de broek trek je aan. Zo is het ongeveer? Ja. Okay. Ja. Goed, meester Wim. Dat moet je wel goed doen. Dat is de minister van Onderwijs. Maar dat is de functie van hier tot heel ver weg. Dat vindt de juffer de vierde klas niet goed in die andere dimensie. Ja, over voorbeeldfunctie gesproken. Jacques Monnache, Partij van de Arbeid-fractie. Niet voor het eerst in deze lijst te horen met foutjes. Hij bedoelt te zeggen dat de treinreis wat minder aangenaam verliep. En kennelijk was hij daar nog van aan het bijkomen. Het is 6 graden boven de nul. Ik zat vandaag in een trein. Nou ja, dat was dus als haringen op een ton. Terwijl de plassen liggen op straat. Er is geen sneeuw meer te bekennen. Ja, de haringen zitten bij mij in de ton, hoor, meneer Monnache. En niet op de ton, want dan bederven ze. Hmm. Ronald Seurissen, PVV-senator, heeft het over de VOC. Moet iets moeilijk zeggen. En dat gaat hem rot af. De VOC is natuurlijk de eerste grote multinationale onderneming. Hè? Ja. Dus met de aandelen. Dus daar kunnen we heel trots op zijn. Multinationale onderneming en niet multi-internationale onderneming. In het buitenland zijn ze bij de PVV niet zo goed in. Nee. Dat, bij de dijken en de Oostgrens houdt het voor wat de PVV betreft op.